Zo. Oh, goedemorgen. Ja, we zitten hier omdat we een aantal dingen willen bespreken, een aantal onderwerpen bij de kop willen pakken. En op een zodanige manier bespreken dat we mensen daarin mee kunnen nemen en dat we hopen dat we hier wat duidelijkheid in geven. Okay. En een van de eerste onderwerpen die ik graag aan de kaak wil stellen is waarheid, want dat is wel een dingetje van jou volgens mij. Ad Broer heeft daar met jou een heel mooi interview over gedaan. Ja. En, ik weet ook mensen die allemaal gelezen hebben of gezien hebben. Maar dat was echt een heel mooi interview, vond ik zelf. Oké. Okay. Ja. Nou ja, het begrip waarheid. Daar is ontzettend veel verwarring over. Ja. En wat is waarheid? Wat is waarheid? Ja. Wat is waarheid? En heel veel mensen denken en geloven dat, dat waarheid, dat iets is dat zit in een idee wat je ergens over kunt hebben, of een gedachte die je ergens over kunt hebben, of een overtuiging. Ja. Of dat die waarheid zit in een bewering die iemand doet. Ja. Bijvoorbeeld een politicus die iets zegt en dan vragen mensen zich af, is het waar of niet? Hè? Beweert ja. iets. Ja. En dan vragen mensen zich af, is het waar of niet? Maar waarheid zit allemaal niet in die dingen. Waar zit het dan wel in? De waarheid over de dingen zit in de dingen zelf. Mm-hmm. Dus de waarheid, ja, dat zal ik proberen te doen. Kijk, de waarheid over een ding, een gebeurtenis, mm-hmm. een mens, een dier, zit in dat ding, die gebeurtenis, die mens en dat dier zelf. Ja. Het is, wat is de definitie van waarheid? Waarheid is dat wat is. Ja. Dat is eigenlijk de mooiste, vind ik, definitie van waarheid. Dat wat is. Ja. Dat wat bestaat en dat is zoals het is. En wat we zelf doen is altijd een emotie of een lading of zo aangeven, zodat het... Nou ja, wat wij doen is, wij zien die dingen, we merken ze op, hè, al dan niet, en wij vormen daar een beeld van. Ja. Wij vormen daar een, wat ik noem, een mentale afbeelding van, een gedachte over. Ja. Hè, dus we zien iets, we merken iets op en zeggen, nou volgens mij is het zus of zo. Ja. Is het dit of dat. En, dus wij maken van een onderwerp, maken wij een afbeelding. Ja. Een mentale afbeelding, een gedachte. Hè, en soms noemen we dat een idee. Mm-hmm. Soms noemen we dat een overtuiging. Als je bijna zeker weet dat jouw mentale afbeelding correct is, mm-hmm. dan noemen we dat een overtuiging. Ja. Soms noemen we het een geloof. Mm-hmm. En soms noemen we het een bewering. Ja. Maar de waarheid over het onderwerp waar we het over hebben, zit in het onderwerp zelf. En niet in onze afbeelding. Ken je het schilderij van de schilder Magritte, heet die volgens mij? Ze zien het pas een piep. Ja. He, je ziet een groot schilderij, een wit vlak, mm-hmm. met erop een heel realistische afbeelding van een pijp. Ja. En daar staat onder de tekst, ze zien het pas een piep. Dit is geen pijp. Nee, het is een afbeelding. Ja, de mensen gaan naar het museum en die staan er voor de schilderij en denken, ja, maar het is toch wel een pijp? Ik zie toch duidelijk dat het een pijp is. Maar wat de schilder bedoelde, is dat het inderdaad geen pijp is. Het is een afbeelding van een pijp. Het is geen pijp, maar het is een afbeelding van een pijp. Nou, zo zit dat met onze gedachten ook. Mm-hmm. De waarheid over de dingen, die zit niet in onze gedachten. De waarheid zit in de dingen zelf. Net zoals de waarheid, de wezenlijkheid van die pijp zit in die pijp en niet in de afbeelding daarvan. Dus van belang is het waarnemen ervan, zeg maar. Dat je... Nou, eerst moet je begrijpen dat de dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Alles om ons heen heeft bepaalde aard en eigenschappen en... Dat is gewoon zoals het is. Of wij daar nou een correcte gedachte over hebben of een incorrecte gedachte, daarmee verandert het onderwerp niet. Nee. Die pijp die verandert niet als wij er een andere gedachte over hebben. Die blijft gewoon wat die is. Ja. Dus de waarheid zit in dat onderwerp zelf. Wij maken er alleen een mentale afbeelding van. Net zoals je bijvoorbeeld een schilderijtje kunt maken van iets. Bijvoorbeeld je gaat naar Parijs, je ziet daar de Eiffeltoren en je maakt een schilderij van de Eiffeltoren. Dat kan een meer of minder gelijkende afbeelding zijn. Maar het is nooit die Eiffeltoren. Nee. Die Eiffeltoren is dat ding wat daar staat. Ja. Niet die afbeelding. Nou is het zo dat het hier dus gaat over onze leefomgeving. Mm-hmm. Mensen vormen een beeld van ja, wat is dat hier, deze wereld? En alles wat zich daarop bevindt. Al die gebeurtenissen, die dingen, die mensen, die dieren die hier zijn. En vormen daar een beeld van. Een mentale afbeelding.
En hoe waarheidsgetrouwer die afbeelding is, hoe meer we de aard en eigenschappen van al die dingen begrijpen. Ja, dat is wel. Ja? Ja. Als je daar een afbeelding van maakt die helemaal niet lijkt op het onderwerp, ja, dan zul je dus een heel ander idee over hebben dan wat het werkelijk is. Dan krijg je ook verwarring. Dan heb je een niet waarheidsgetrouwe gedachte, niet waarheidsgetrouwe afbeelding gemaakt in je geest, in je hoofd. En omdat mensen de dingen die ze doen afstemmen op wat ze denken dat de onderwerp van hun gedachten zijn, ja. Zul je, als je een niet waarheidsgetrouwe afbeelding hebt gemaakt, te maken krijgen met ongewenste en onverwachte resultaten. Ja. Als jij denkt dat zwaartekracht voor jou niet bestaat, en je stapt met een gerust hart van een flatgebouw af, ja, dan krijg je te maken met een ongewenst resultaat. Ja, dat bedoel, tenminste, de meeste mensen willen toch een klein beetje gezond blijven. Ja. Dus als jij een verkeerde gedachte hebt over de aard en eigenschappen van zwaartekracht, ja, dan loop je het risico dat je met ongewenste resultaten te maken krijgt. Het is dus de bedoeling, onze uitdaging ook, om onze omgeving een klein beetje te gaan begrijpen. Om een beetje besef te gaan krijgen van wat zijn nou, wat is nou de aard en wat zijn nou de eigenschappen van die leefomgeving waar wij hier met onze geboorte ingekwakt zijn, zeg maar. Ja, dus echt onderzoeken van dat wat is, zeg maar. Dat wat is, is de definitie van waar. Het is gewoon een verzameling van alles dat er bestaat en dat de eigenschappen heeft die het heeft. Mm-hmm. Al dat is. Ja. Dat wat is. Hè? Dat is de definitie van waarheid. Hè? Ik ben zelf niet religieus, maar het is dezelfde definitie als die gebruikt wordt voor de godfiguur in de Bijbel. Die zegt ook, ik ben al dat is. Okay. En nou ja, wil je daar een beetje op een handige manier mee om kunnen gaan, zonder al te veel je vingers te branden, dan is het wel handig als je een beetje begrijpt hoe die dingen werken. Ja. Ja, dat is logisch. Ja. Ja. Dus de waarheid zit in de dingen zelf. Onze uitdaging is om daar een afbeelding van te maken die hanteerbaar is, zodat we de dingen kunnen hanteren andersheen. Ja. En een veelgemaakte vergissing is dus dat mensen denken dat waarheid in onze gedachten zit. Er zit natuurlijk waarheid in onze gedachten, namelijk de waarheid over onze gedachten is dat het gedachten zijn. Ja. Dat het mentale afbeeldingen zijn, meer niet. En ja, wil je daar dus een beetje op een goede manier mee om kunnen gaan, zul je dat als eerste moeten beseffen. Ja, dus het begint ook eigenlijk met bewust zijn. Dat is wat bewustzijn is. Hè. Bewustzijn is, de definitie van bewustzijn, die ik hanteer in ieder geval, is besef van het bestaan van dingen. Ja. Dat is wat bewustzijn is. Dus die mentale afbeelding, dat besef van het bestaan van dingen en hoe wat de aard en eigenschappen zijn van dingen, die afbeelding, dat noemen wij bewustzijn. Mm-hmm. Als je op een gegeven moment bewust wordt van iets, dan krijg je er besef van. Ja. Als je ergens nog met een bepaald onderwerp nooit geconfronteerd geweest bent, dan weet je niet dat het bestaat. Op een gegeven moment word je ermee geconfronteerd. Het vraagt je aandacht, je kijkt ernaar en je leert er iets over. Ja. Nou, dat is bewustzijn. Ja. Dus even samenvattend, misschien wel handig. Ja. Waarheid is volgens jou het het besef van... Nee, waarheid heeft niks met besef te maken. Waarheid bestaat ook zonder besef. Okay. Dingen zijn er gewoon. Hè. Ja. Zwaartekracht is er ook als geen mens beseft dat er zwaartekracht is. Ja. Nou is het een beetje moeilijk omdat we er de hele dag mee te maken hebben. Mm-hmm. En dan worden we de hele dag mee geconfronteerd. Maar dit geldt ook voor zaken waar we minder mee geconfronteerd worden. Dingen die we niet zo vaak tegenkomen. Maar die dingen, waarheid is gewoon wat het is. Of wij het nou beseffen of niet, of het nou willen beseffen of niet, of iets anders willen geloven of niet, het is gewoon zoals het is. Ja. En wij kunnen ons met die dingen verbinden. Ja.
Wij kunnen verbinding maken met alles om ons heen. Door er aandacht aan te geven, door er naar te kijken, door een mentale afbeelding te vormen van die dingen. Mm-hmm. En zo ontstaat er een verbondenheid. Ja. Precies zoals er een verbondenheid is tussen het onderwerp van een foto en de film in de camera. Mm-hmm. Het is een afbeelding. Door je lens te richten op het onderwerp, krijg je een minder of meer gelijkende afbeelding. Afhankelijk van de kwaliteit van je camera, afhankelijk van je skills als fotograaf, krijg je meer of minder gelijkende afbeelding. Ja. Wanneer je een foto maakt, ik neem maar weer die Eiffeltoren van de Eiffeltoren, en je stelt je camera verkeerd in en die Eiffeltoren die komt er knalgroen uit. Dat wil niet zeggen dat die Eiffeltoren dan groen wordt, omdat je die afbeelding hebt. Ja. Dus dat wil zeggen dat hoe wij ook over dingen denken, ze zijn en blijven zoals ze zijn. Onze uitdaging is om er een goed gelijkende afbeelding van te maken. Precies. En dus waarheid bestaat buiten onszelf. Wij kunnen hooguit een waarheidsgetrouwe afbeelding van maken. Meer of minder waarheidsgetrouw. En hoe meer waarheidsgetrouw die afbeelding is, hoe gemakkelijker het wordt voor ons om in relatie met al die dingen om ons heen ons te bewegen. Mm-hmm. Zonder al te veel onze vingers te branden en onze neus te stoten. Ja, precies. Dus waarheid is extern. Het is objectief. En het is onafhankelijk van hoe wij erover denken. Ook al geloven we iets heel anders. Ja. Dan nog, blijft het zoals het is. En als jij van een ravijn afkiepert, dan kun je nog zo hard roepen, ik geloof niet in zwaartekracht. Maar je knikt het net zo hard naar beneden als iemand die wel beseft hoe zwaartekracht werkt. Precies. Ja? Dus alles om ons heen gedraagt zich volgens bepaalde wetmatigheden, wetmatigheden der natuur, ook wel natuurwetten genoemd. En daar is alles aan onderhevig. Mm-hmm. En ja, aan ons is het of we daar rekening mee willen houden of niet. Als we ons niet bewust zijn van hoe die wetmatigheden werken, als we ons daar niet van bewust zijn, dan wordt het heel erg lastig om ons daar mee op een goede manier te verhouden. Dan krijg je ongewenste realiteiten. Dan krijg je dus ongewenste resultaten. Ja. Als je niet begrijpt hoe dingen werken en je gaat er toch iets mee doen, ja, dan is de kans dat je gewenste resultaat krijgt is nogal klein. Ja. Dus waarheid is iets externs. Het ligt buiten onszelf, het ligt in onderwerpen van onze gedachten en niet in de gedachten. Dus wij gedachten vormen over iets, bijvoorbeeld, laten we zeggen, over een onderwerp als geld. Mm-hmm. Dat is een onderwerp wat de laatste tijd natuurlijk in de belangstelling staat. Hè. Tot voor kort was het eigenlijk voor iedereen onduidelijk waar geld nou vandaan komt en hoe het ontstaan is. En dankzij het werk van sommige mensen, zoals Alpoeren bijvoorbeeld, is daar een nieuw besef ontstaan. Ja. Er is een nieuw besef ontstaan van hoe het nou werkelijk tot stand komt en wat de consequenties daarvan zijn. Doordat nou een nieuw besef ontstaat, kun je keuzes gaan maken. Kun je zeggen van ja, vinden we dat dan wel oké? Okay. Helaas is dat besef nog niet bij voldoende mensen aanwezig. Maar dan heeft het weer alles met bewustzijn. Ja, dus bewustzijn betekent dat je beseft dat er iets is en hoe het werkt. Ja. En pas dan kun je er op een andere manier mee omgaan. Hè? Pas dan kun je er mee omgaan op een manier die gewenste resultaten oplevert. Pas dan kun je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en de consequenties daarvan. Ja. Als je niet weet waar je mee omgaat, ja, dan zullen de consequenties van je gedrag onberekenbaar zijn. Ja. En dan kun je dus geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dus je ziet dat bewustzijn, besef van het bestaan van dingen en hoe ze werken, en verantwoordelijkheid nemen, dat alleen samen kan. Ja. Het kan alleen samen bestaan, anders werkt het niet. Onwaarheid is tegengesteld aan waarheid. Ja. En onwaarheid bestaat juist alleen maar in onze geest. Want wat is onwaarheid? Onwaarheid is een gedachte die niet aansluit bij iets dat werkelijk als zodanig bestaat. En als ik geloof, ik heb een onwaar gedachte, ik geloof dat een koe een reptiel is.
Ja, dan bestaat die gedachte alleen in mijn hoofd. Want er bestaat geen koe die een reptiel is. Dus er is niets externs waarbij dat aansluit. Onwaarheid zit alleen in onze eigen gedachten. En verder nergens. Ja, als ik geloof dat... Noem eens iets wat ik zou kunnen geloven wat niet waar is. Weet je, dat zal inderdaad. Even een voorbeeld. Dat je iets gelooft wat niet waar is. Dat vraag je? Dat je iets gelooft. Noem eens een voorbeeld. Dat een vis in een boom kan klimmen. Bijvoorbeeld. Hè, dat een vis in een boom kan klimmen. Ja, als ik geloof dat een vis in een boom kan klimmen, dan kan ik boven in die boom gaan zitten wachten tot die vis daarin klimt. En dan denk ik, nou, daar heb ik te eten. Ja, kun je lang wachten. Dan kun je lang wachten. Hè? Dus, ja, dat schiet niet echt op. Dan krijg je geen gewenst resultaat. Maar je zult moeten beseffen dat als jij een vis wil eten, dat je die uit het water moet halen op de een of andere manier. Je zult moeten weten waar die vissen zich dan bevinden, hoe ze zwemmen en hoe je ze kunt vangen, zodat je het eten hebt. Ja. Als je dat gaat beseffen, dan kun je weten wat je moet doen. Dan kun je dus verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag en dan zul je een grotere kans hebben op gewenst resultaat. Nou, je zegt ook heel mooi dat kinderen geen verantwoordelijkheid kunnen nemen, omdat ze niet bewust zijn van... Nee, precies. Een klein kind heeft nog een... Daarvan is het bewustzijn nog in ontwikkeling. Hè? Een kind van 4 heeft nog een heel laag bewustzijn. Hè, dat betekent, als het niet bewust is wat de aard en eigenschappen zijn van de omgeving, ja, dan kan het ook geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag. Daarom kun je een kind van 4 ook niet een drukke weg over laten steken met goed fatsoen. Hè, dus wat voor kinderen geldt, is dat ze... Ja, het zijn als het ware nog volwassenen in aanbouw. Dat moet allemaal nog groeien, dat moet allemaal nog tot ontwikkeling komen. En dat betekent dat zij iemand nodig hebben naast zich, bij wie dat wel ontwikkeld is, die de verantwoordelijkheid voor het kind kan nemen. Ja, een ouder of een volwassenen. Ja, iemand die meer besef heeft van hoe de dingen werken. Hè? Dat je niet, als je niet kunt zwemmen en je dondert het kanaal in, dat niet handig is. Een kind zelf zal dat niet beseffen. Hè? Dus een volwassene moet dat kind dan beschermen. Ja. En dat doet hij vanuit het besef van de aard van water in combinatie met het ontbreken van zwemvaardigheid. En dat is het besef, dat is verantwoordelijkheid. Waarheid zit in de dingen zelf. Wij kunnen daar een mentale afbeelding van maken die meer of minder gelijkt. Ja. Er zijn oeverloze discussies tussen mensen die allemaal beweren de waarheid te spreken. Er zijn eindeloos veel verschillende meningen over zaken. Ja, maar als je over een bepaald onderwerp 1000 verschillende meningen hebt, dan zijn er 999 minimaal onwaar. Ja. En waarschijnlijk 1000. Ja. Ja, dus het is in deze tijd wordt het aangemoedigd om een mening te hebben, maar eigenlijk is dat compleet idioot. Ja, een mening doet er niet toe. Ik kan van mening zijn dat een koe een reptiel is. Maar dat maakt die koe nog geen reptiel. Nee. Het is een incorrecte mentale afbeelding die ik dan heb. Hè? Dus ja, als je nou kijkt naar de samenleving waar de meningen over elkaar heen buitelen, ja, dan kun je zien hoeveel verwarring er is. Hoeveel onware gedachten er bestaan. En omdat er zoveel onware gedachten bestaan, gaan mensen op een manier met de dingen om die ongewenste resultaten opleveren. Nou ja... Hoe noem je een ongewenst resultaat? Een situatie waarin je te maken krijgt met een ongewenst resultaat. Daar hebben we een heel mooi woord voor. Dat heet een probleem. Ja. Een probleem. En die hebben we nogal op dit moment. Die hebben we nogal. Mensen vragen ze mij van, ja, maar moet je dan van alles precies weten hoe het werkt? Nee. Dat is volkomen overbodig. Dat hoeft niet. Het leven heeft namelijk een heel eenvoudig instrument om jou en mij te wijzen op wat voor ons nodig is op een bepaald moment. Om je bewust van te worden, om te leren. Dat heet namelijk een probleem. Ja, je komt er vanzelf. Als je geconfronteerd wordt met het probleem, hè, dan is dat, ja, je zou kunnen zeggen, dan vinden we dat niet prettig. Wij lijden daar min of meer onder. Het ligt een beetje aan de aard en omvang van het probleem, maar wij lijden daaronder. Het is pijnlijk. Het is mentale pijn, zeg maar, die we daar rijden. En het werkt met mentale pijn eigenlijk precies hetzelfde als met fysieke pijn. Als ik mijn vinger in de kaarsvlam hou, dan krijg ik een signaal. Ja.
Een signaal van, hé jongen, je bent iets aan het doen wat niet zo heel goed is voor je. En dat signaal dat noemen we pijn, ik trek mijn vingers terug. Met mentale pijn is dat precies hetzelfde. Als wij geconfronteerd worden met een probleem, wat altijd een gevolg is van ons handelen, we hebben iets gedaan met de beste intenties, we hebben de beste bedoelingen, maar we begrepen niet zo goed wat ons doen, ons handelen, in relatie tot die externe waarheid zou opleveren en het levert een ongewenst resultaat op. Nou, dan zou je kunnen, dan krijgen we een signaal en dat signaal heeft een probleem. Dan zeggen we, luister, je moet iets leren over je omgeving, wil je daar op een manier mee omgaan, een manier die een welgewenst resultaat oplevert. Dan kun je het probleem dan. Ja. Dus het leven geeft zelf precies aan op welke onderwerpen je aandacht moet richten om daarover een meer waarheidsgetrouwe mentale afbeelding te vormen. Ja. Dat hoeft niet over alles. Nee. En het is ook per persoon verschillend. Maar nogmaals, het leven heeft een perfect mechanisme, een perfect signaal om je erop te wijzen van hey, hier moet je je aandacht even op richten, je moet dit leren kennen. En dan krijg je de volgende keer een welgewenst resultaat. En we noemen dat leren door schade en schande. Ja. Door je fouten leer je, ik bedoel, het is een uitdrukking die iedereen kent. Ja. Door je fouten leer je. Je leert niet door de fouten, je leert omdat de dingen die je doet een ongewenst resultaat opleveren en zeggen, wacht even, wat heb ik gedaan in relatie tot datgene waar ik mee bezig was. Ja. En dat wil je niet, dus wil je een ander resultaat, dan zul je er iets aan moeten doen. Dan zul je eerst moeten gaan beseffen van wat is nou de oorzaak van het probleem. Het gaat over oorzaak en gevolg. Hè? We hebben te maken met waarheid. Mm-hmm. Dat is een gegeven. Hè? Bijvoorbeeld de waarheid over een auto. Is dat als je hem goed bedient, nou ja, dan heb je geen probleem. Heb je wel een probleem, dan kom je heel snel achter de waarheid, achter een auto. Namelijk, als je niet weet waar het rempedaal zit, ja, dan krijg je schade. Ja. En dan krijg je schade. Hè? Dus, nou, knal je dan ergens bovenop en je vindt die schade niet prettig, ja, dan wordt het misschien een goed idee om eens even te leren hoe je zo'n ding moet afremmen. Ja. Rijdersje is allemaal handig. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dan moet je gaan beseffen van hoe werkt dat ding nou eigenlijk. Ja. Dat laatste heet verantwoordelijkheid nemen. Dus je moet eerst bewust worden van hoe werken de dingen. Pas dan kun je ze benaderen op een manier die voor jou gewenste resultaten oplevert. Verantwoordelijkheid nemen. En verantwoordelijkheid nemen is niks anders dan er zelf voor zorgen dat de dingen goed gaan. Ja. En dan pas krijg je je resultaat in overeenstemming met je intentie. Mm-hmm. Namelijk, ik wil niet schade rijden met mijn auto. Ik wil van A naar B. Zonder schade. Mm-hmm. En daarvoor zul je besef van de werking van het ding moeten hebben. En dat geldt niet alleen voor die auto, dat geldt voor alles om ons heen. Ja, we hadden laatst ook het voorbeeld, ik kan me niet heel goed meer herinneren wat de context was. Maar we hadden het laatst over als je een Indiaan in de stad New York neerzet, dan heb je ook een probleem. Ja, maar die Indiaan is nooit geconfronteerd geweest met druk verkeer. Nee. Ja, als je iemand uit het Amazonegebied plukt, die nog nooit de westerse wereld daar het bestaan niet vanaf wist. En je zet die midden in een drukke stad, die is nooit geconfronteerd geweest met het verschijnsel verkeer. Ja. Dus die kent de aard en eigenschappen niet van verkeer. Dus die kan geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag in relatie tot dat verkeer. Mm-hmm. En zal dus een ongewenst resultaat krijgen. Die wordt namelijk omvergereden. Minstens, ja. Die kans is heel erg groot. Dus hij is nog niet in de gelegenheid geweest om een correcte mentale afbeelding te maken, een gelijkende mentale afbeelding te maken met de waarheid van het begrip. Dus dat moet eerst ervaren en onderzoeken en... Ja, hij moet leren. Ja. Ja, hij moet leren. Hè. En, wij mensen zijn in staat om elkaar iets te leren. Je kunt op twee manieren iets leren. Je kunt het doen door ervaring op te doen. Hè. Nou ja, dat noemen we dus door schade en schande. Hè. En je kunt het leren door communicatie. Door iemand voor te lichten, in te lichten. Ja. Als je met die Indiaan naar New York gaat en je vertelt ervan, beste man, je komt dadelijk in een omgeving die jij niet kent,
daar dreigen die en die gevaren. Om daar een beetje handig mee om te gaan, kun je het beste die en die procedures volgen. Ja. Namelijk eerst naar links kijken, dan naar rechts kijken. Als je in Londen bent, andersom. Ja, dat gaat ook heel vaak mis. Hè? Ja, gaat ook heel vaak mis. Heel veel toeristen worden in Londen aangereden omdat ze niet gewend zijn aan het feit dat daar het verkeer van rechts eerst aankomt. En hetzelfde voorbeeld eigenlijk. Hè? Ze hebben nog geen correcte mentale afbeelding van de waarheid over het verkeer in Londen. Ja. Dus geeft dat ongewenste. Dus geeft dat ongewenste resultaten. Ja. Ja, en, dus ja, waarheid is iets externs. Wij mogen en kunnen daar, we zijn ertoe in staat, we hebben ook de vrijheid om daar een gelijkende, een waarheidsgetrouwe afbeelding van te maken in onze beleving, in ons hoofd, in ons bewustzijn. En naarmate we dat meer doen, zullen onze resultaten meer in overeenstemming zijn met onze intenties. Kijk, intenties van mensen lopen niet zo gek vanuit elkaar. We hadden het net over al die duizenden verschillende meningen die je in de samenleving hebt. Daar zitten allemaal hele grote verschillen. Maar de intentie van iedereen is ongeveer gelijk. En mensen willen allemaal ongeveer hetzelfde. Mensen willen gewoon een prettig leven hebben zonder al te veel problemen. Mensen willen graag een beetje in vrede samenleven. Hè? Willen wat gezondheid, voorspoed. Ja. En dat zijn eigenlijk universele wensen van mensen. Die zijn bij alle mensen ongeveer gelijk. Ja. Ja, waar de meningen over uiteenlopen, letterlijk, is over, ja, hoe moet dat dan? Ja. Hoe moet dat dan? De invulling ervan. Hoe moeten we dat nou voor elkaar krijgen? Ja. Hoe moeten we die intentie in overeenstemming krijgen met ons resultaat? Of liever zegt andersom, hoe krijgen we ons resultaat in overeenstemming met die intentie? Ja. He, die intentie, nou, een beetje prettig leven leiden zonder al te veel ongelukken. Hoe krijgen we dat gedaan? En ja, daar is ontzettend veel verwarring over. Ja. Nou ja, ik bedoel, dat is het hele idee van politiek en politieke partijen. En ze hebben al een ander idee van wat er dan zou moeten gebeuren, he, om tot dat gewenste resultaat te komen. Ja. He, maar door het feit, uit het feit dat er zoveel verwarring over is, blijkt dat we ons maar heel matig bewust zijn van hoe de dingen werkelijk zijn. Maar nogmaals, als je 1000 meningen hebt, dan zijn er minimaal 999 niet waarheidsgetrouw, maar waarschijnlijk 1000. Ja. En maak even een uitstapje. Ja? Ik wil het ook graag met je hebben over valse vlagaanslagen. Ja, dan maken we ineens een behoorlijke stap. Nou, je noemt valse vlagaanslagen, hè? Ja. Het woord vals zegt het al, hè? Ja, het is heel veel in het nieuws op het moment natuurlijk. Ja. Hè? En heel veel aanslagen worden als zodanig aangemerkt. Ja. Dus de vraag is of het zo is. Nou ja, goed. Ole Dammekaart heeft daar een hele mooie... Ik had hem gezien, ja. Documentaire over gemaakt van hoe herken je dat, en Alice sterft er ook heel veel in. Maar dus, er zijn wel herkenningspunten waaraan je het zou kunnen herkennen. Maar wat is dat nou precies, een valse vlagaanslag? Nou ja, om een beetje een aansluiting met waar we het net over hadden. Hè? Je noemt het een valse vlagaanslag. Nou, het woord vals zegt het al, hè? Het is incorrect. Ja. Niet juist. Mm-hmm. Hè? Onwaar. Ja. Onwaar. Nou, je hebt verschillende soorten onwaarheid. Je hebt maar één soort waarheid, namelijk. Zoals de dingen zijn. Zoals de dingen zijn, ja. Dat is. Punt. Dat is het. Ja. Maar je hebt ongelooflijk veel verschillende soorten onwaarheid. Maar je kunt ze wel in twee groepen verdelen. Okay. Je hebt de bewuste en de onbewuste onwaarheid. Ja. En onbewuste onwaarheid is gewoon een misvatting. Een vergissing. Ja. We denken iets dat iets op een bepaalde manier is, maar het is anders. Mm-hmm. We vergissen ons. Ja. Vergissen is menselijk, zeg. Ja. Een bewuste onwaarheid, of in ieder geval, laten we het beter zeggen, een opzettelijke onwaarheid, mm-hmm. Is een leugen. Ja. Dat is wat een opzettelijke onwaarheid is, een leugen. En waarom zouden mensen liegen? Dat heb je vast nog. Ja, zoals ik net al zei, mensen gedragen zich naar wat zij denken dat waar is. Mensen gedragen zich naar wat zij denken dat waar is. Mm-hmm. En ze vormen zich een beeld van hun leefomgeving, een directe leefomgeving, grotere leefomgeving, samenleving, de wereld, het hele leven. En gedragen zich naar wat ze denken dat waar is.
Maar liegen, dat is het bewust. Daar ben je van bewust dat je liegt. Dus, ja. Je gaat opzetten. Dus wat is nou de bedoeling van een leugenaar? Ja, mensen misleiden. Ja, maar waarom zou je mensen willen misleiden? Met welke bedoeling? Waarschijnlijk omdat hij zelf iets ermee wil. Dat hij beter van wil worden. Of... Zoals ik al zeg, mensen gedragen zich naar wat ze denken dat waar is. Als je tegen iemand liegt, dan heeft dat alleen effect als degene die tegenover je zit bereid is om dat te geloven. Ja. Als ik een leugen tegen jou vertel, dan heeft dat alleen effect als jij dat gelooft. Als jij dus denkt dat wat ik zeg waar is. Ja, maar daar zul je je vervolgens maar gaan gedragen. Ja. Daar is de leugenaar om te doen. De leugenaar is om te doen jouw gedrag te besturen. Dat jij doet wat diegene zegt. Ja, wat, als een klein kind en zijn moeder komt, mama mag ik een koekje? En de moeder zegt, Jantje, heb je al een koekje gehad? En hij vertelt de waarheid. Hij zegt, ja, ik heb net een koekje gehad. Dan zegt de moeder, nee. Als Jantje zegt, nee, ik heb geen koekje gehad en de moeder gelooft dat, krijgt hij wel een koekje. Zo beïnvloedt hij het gedrag van zijn moeder met de leugen. Liegen is een manier om het gedrag van andere mensen te beïnvloeden. Het gedrag van andere mensen naar je hand te zetten. Het gewenste gedrag van een ander te verkrijgen. Door die ander te misleiden, precies zoals je zegt. Misleiden. He, dus door die ander een opzettelijk, een foutieve mentale afbeelding van iets. Voor te stellen. Ja. Aan te bieden. Ja, hè? En als die ander dan zegt, nou dankjewel, jij komt mij nogal betrouwbaar over, dus ik zal het maar geloven. Nou, en het is eigenlijk onwaar. Dan kun je die ander zijn gedrag sturen. Mm-hmm. Nou, waar we het nu over hebben is politiek. Ja, zijn ze heel goed in misleiden en liegen. Dat is wat politiek is. Ja. Hè? Want politiek wil niks anders dan het gedrag van de onderdanen bepalen. Dat is wat politiek doet. Gedrag van andere mensen bepalen. En die willen gaan over, die willen de macht hebben over wat andere mensen doen. Dat is ook de definitie van macht. Macht, zo staat het zelfs in het woordenboek, macht is het vermogen het gedrag van andere mensen te bepalen. Nou, met liegen kun je dat. Ja. Het is een heel handig tool om dat te doen. Als je een bepaalde bedoeling hebt, een bepaalde politieke bedoeling, dan kun je die verwezenlijken door te liegen. Ja. Want politiek doet niets. Politici doen niks. Die bouwen geen huis, die bakken geen brood. Nee, ze zeggen alleen maar dingen. Ze zeggen alleen maar dingen. Die wij dan zouden moeten geloven eigenlijk. Om het goed werkbaar te houden, zeg maar. Ja. De bedoeling is dus dat de politiek, als het ware, het besturingssysteem is en dat wij de uitvoerende zijn. Hè? Nou, wil die politiek het nou zo voor elkaar krijgen dat wij de dingen uitvoeren zodat die naar de zin is van die politiek, dan zullen ze ons moeten besturen. Hè? En dan komen we bij de leugens. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het idee achter politiek is dat het voor het eigen bestwil is van de bevolking dat zij bestuurd worden. Ja. De achterliggende gedachte is daar natuurlijk dat mensen niet in staat zijn zelf de juiste beslissingen te nemen, zelf het juiste te doen, en dat ze daarbij dus gedwongen moeten worden door wetten en regels. Ja, dat we beschermd moeten worden. En, dat idee, hè? Ja. Wil je dat natuurlijk voor elkaar krijgen, dan is het wel handig dat dat aanvaard wordt door het publiek. Ja, als het publiek zegt van, nou ja, kijk het maar, we zien er nut niet van in. Ja, dan is het zo afgelopen met je positie, hè? Dus dat gaat niet. Nee. Dus dat betekent dat politiek alleen effectief kan blijven bestaan door mensen iets voor te spiegelen dat niet waar is. Ja. Namelijk, de hele gedachte achter politiek is niet waar. Namelijk dat mensen niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Dat we daar leiders voor nodig hebben om dat voor te spiegelen. Dat we daar betere mensen voor nodig hebben, inderdaad, hè, die daartoe wel in staat zouden zijn. Hè. Er zit al een contradictie in het hele idee achter politiek. Hè. En overheid en bestuur. Hè. De gedachte is, mensen kunnen zelf geen goede beslissingen nemen over hun gedrag. Dus moet dat afgedwongen worden door mensen. Ja. Contradictio in terminis, hè, dat kan al niet.
En je ziet dan ook dat politici en machthebbers in het algemeen eigenlijk alleen kans hebben om hun positie te verkrijgen en te behouden onder leugen en bedrog. Ja. Het soort leiderschap, de leiding vanuit macht en politiek, is daarom per definitie misleiding. Ja. Je ziet wel dat degenen die daar het handigst in zijn, daar ook de hoogste posities in verkrijgen. Ja. Dus degenen die het handigst misleiden, die hebben de meeste kans op een positie hoog in de hiërarchische piramide. Ja. En die zijn ook meest onzichtbaar. Ja, nou, maar bovenin wel, ja. En daar gebruiken ze allerlei strategieën voor. Mm-hmm. En dan komen we inderdaad bij de valse vraag. Ja, dat is een hele strategie. Ja, als je nou wil als jij bepaalde maatregelen wil doorvoeren waarvan je weet dat die niet lekker vallen onder het publiek, omdat ze in strijd zijn met de basisintenties van mensen. De meeste mensen willen in vrede en voorspoed en in vrijheid, leven. Nou ja, dat is natuurlijk tegengesteld aan wat machthebbers willen. Ja. Machthebbers die willen niet dat wij vrijheid hebben, want ja, hun macht bestaat uit hun vermogen om ons gedrag te bepalen. Ja. Nou, als iemand jouw gedrag bepaalt, dan ben je niet vrij. Nee. Dus anders gezegd, macht van de een is onvrijheid van de ander. Ja, kan alleen bestaan bij de gratie van onvrijheid van de ander. Dus dat betekent dat dat al tegenstrijdig is aan de intentie van de meeste mensen. Ja. Nou ja, dan zul je wel een strategie moeten verzinnen om mensen daar toch in mee te laten gaan. Ja. En een van de meest werkzame strategieën die bestaan is het aanwakkeren van angst. Ja. Want wat gebeurt er als mensen bang zijn? Dan accepteren ze heel makkelijk maatregelen, zodat ze niet meer bang hoeven te zijn. Ja, ze willen bescherming. Ze willen bescherming. Ja. Dus als jij de ander eerst bang maakt, en die ander jou dan om bescherming laat vragen, dan krijg jij het vermogen om het gedrag van die ander te bepalen. Want dan kun je zeggen, nou, ik wil je wel beschermen, maar dan moet je wel dit en dat doen en laten. Ja. Dan moet je je wel gedragen naar hoe ik wil dat jij je gedraagt. Ja. En nou, zullen mensen daar misschien niet zo heel gemakkelijk intrappen. Want als ik jou eerst bedreig en ik zeg, Miranda, als jij niet doet wat ik zeg, dan krijg je een klap tegen je kanus. Ja. Dan zul je niet zo gemakkelijk, onder dwang misschien angst dat je het inderdaad krijgt, maar dan zul je niet zo gemakkelijk aan mij om bescherming vragen. Dan zul je eerder ergens anders gaan. Ja, precies. Ja? Ja. Vindt dat leuk, maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus, wat nou als ik als machthebber iemand bang wil maken, maar toch voor elkaar wil krijgen dat hij mij om bescherming vraagt? Dan maak ik hem niet bang voor mij, maar bang voor iemand anders. Ja. Ik maak hem bang voor iemand anders. Voor iemand anders die bedreigend zou zijn. Ja. Nou, hoe kan ik dat doen? Nou, ik doe iets wat niet helemaal in de haak is en ik geef de ander de schuld. Ja, precies. Ik organiseer een aanslag en ik zeg, terroristen hebben dat. Het waren terroristen. Ja. Hè? Nou, en dan wordt de bevolking bang en dan komen ze bij jou vragen, wat moeten we doen? Ja, weet je, om die enge terroristen toch een beetje tegen te werken, ja, moeten we wel meer controle hebben over alle mensen die hier wonen, over de hele samenleving. Ja, dus helaas ook over jou. Ja. Maar ja, het is wel voor je eigen bestwil. Ja, precies. Ja. Dus het is een heel oud en eenvoudig mechanisme wat steeds maar weer werkt. Gebaseerd op angst en dat zorgt ervoor dat je privacy en je vrijheid. Precies, je maakt mensen bang voor iets dat niet werkelijk bestaat. Je geeft de ander de schuld. Want je wil natuurlijk niet zelf verantwoordelijk gehouden worden. Je geeft de ander de schuld. En mensen zijn dan bereid om in ruil voor bescherming af te zien van een deel van hun intenties. Ja. Neemt trouwens niet weg dat een groot deel van de slachtoffers wel werkelijk is. Zeker, zeker, natuurlijk. Valse vraag wil niet zeggen dat er geen slachtoffers van. Nee, natuurlijk. Kijk, je moet wel een beetje geloofwaardig blijven, hè? Als je dit zo op deze manier wilt doen. Het klinkt allemaal heel erg kwaadaardig, maar dat is het ook. Ja, is het ook. Dat is het ook. Mensen die bereid zijn om
andere mensen te beschadigen, alleen maar om daar zelf hun positie mee te bestendigen, is geen prettige eigenschap, om het maar zachtjes uit te drukken. Dan markeert er wel iets van je bovenkamer, denk ik. Nou, het bijzondere is dat mensen die daar nou het minste scrupules in hebben, die daar de minste moeite mee hebben om dat te doen, ja, die kunnen dat ook het gemakkelijkst doen. Die noemen we dan ook vaak psychopaten. Ja, je zou dat psychopathie kunnen noemen, inderdaad. Ja, we hebben het er al eerder over gehad. Nou ja, psychopathie wil zeggen dat je alleen maar aan jezelf denkt. Het is puur egoïsme en dat het jou niet uitmaakt hoeveel schade dat onderweg oplevert voor anderen. Mm-hmm. Dat is wat het eigenlijk is, hè. En ja, psychopaten liegen natuurlijk ook. Ja. Dat is hun instrument, hè, want daarmee willen ze die anderen naar hun hand zetten. Daar zijn ze zich erg in bedreven. Ja, daar zijn ze erg in bedreven. Dus ja, wat is een false flag? Een false flag is heel eenvoudig. Je doet iets waar mensen bang voor worden. En die geeft de ander de schuld in de hoop dat degenen die bang zijn bij jou om bescherming komen vragen. Het zijn maffiapraktijken. Vroeger toen de Amerikaanse steden geregeerd werden door de maffiafamilies. Toen gebeurde dat op precies dezelfde manier. Hè? Die maffiajongens gingen langs de middenstanders en de burgers en zeiden, ik wil geld voor protection. Ja, protection, waar tegen, hè? Tegen ons. Ja. De maffia was daar nog wel wat eerlijker in, hè? Ja. Ja. Maar false flag aanslagen, ja, die zijn al zo oud als de weg naar Rome. En daar vallen inderdaad slachtoffers bij, hè? Maar kijk, we hebben natuurlijk de laatste tijd te maken gehad met aanslagen, waarover dan ja, toch verdenkingen ontstaan of het false flag aanslagen zijn. Ja. Zeker weten kunnen we dat niet helemaal. De verdenking is wel groot dat dat zo is. Maar laat ik het zo zeggen, je kunt dan ook weer naar de aard en eigenschappen gaan kijken van de gebeurtenis. Er zit een patroon in al die aanslagen. Er zit patroon in, hè. En je kunt daar proberen een zo waarheidsgetrouw mogelijke afbeelding over te maken. Hè? Dus dat wil zeggen dat die mentale afbeelding een bepaalde mate van waarschijnlijkheid heeft. Waarschijnlijkheid. Je kunt het pas helemaal zeker weten als je ook in het hele proces betrokken geweest bent, maar dat zijn wij gelukkig de meeste van ons niet. Dus, maar we kunnen er een beeld over vormen. De bedoeling van overheden en regeringen is dat wij het door hen aangeboden beeld als waarheid beschouwen, dat we het geloven, zonder dat we er zelf bij geweest zijn. We kunnen het niet controleren, we waren er niet bij. Als we het geloven, zullen we ons naar hun zin gedragen. Ja. Als we er een kanttekening bij zetten, zeggen we, ja, het zou kunnen dat het een echte terroristische moslimaanslag was. Maar er bestaat ook een mogelijkheid dat het een false flag aanslag was. Mm-hmm. Het kan allebei. Ja. Dan zullen we veel minder snel geneigd zijn om zonder blik op blozen naar de pijpen te dansen van iemand, hè? Want ja, je gaat niet je vrijheid vrijwillig inleveren aan een regering als het mogelijkerwijs ook anders zou kunnen zijn. Ja. Dus we willen zeggen, als we een alternatieve mogelijkheid in overweging nemen, dan zijn we veel minder snel, dan zijn we veel minder kwetsbaar voor dit soort misleiding. Als iemand zegt, als je iemand je ergens op wijst, op een dreigend gevaar, zegt, morgen vergaat de wereld. Ja, zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn van niet. Als jij gelooft dat het zo is, dan zou je misschien heel hebben en houden wegdoen en al je schepen achter je verbranden, want morgen vergaat de wereld toch. Weet je? Geloof hebben we het natuurlijk ook over gehad. Hè? De definitie van geloof is denken te weten. Ja. Dus ja. Nou, je ziet dus wel dat het false flag aanslag is dus een leugen. Hè? Ja. Het is een leugen. Een leugen die kracht bij wordt gezet door een bewust opgevoerde gebeurtenis. Ja. Huh? Die heel veel angst veroorzaakt. Ja. De bedoeling van die gebeurtenis is dat het de geloofwaardigheid versterkt. Mm-hmm. Wij moeten geloven dat er hele enge mensen rondlopen in de wereld die het op ons voorzien hebben. Ja. Mensen die heel andere intenties hebben dan wij. En mensen die helemaal niks geven om vrede. Die mensen die graag andere mensen zomaar, of om wat voor reden dan ook,
om zeep helpen of verwonden of iets dergelijks. Hè. Dan moeten wij geloven, hè, want anders gaan we niet om bescherming vragen. Ja, dat doen we niet wat zij zeggen. Nee, dat doen we niet wat ze zeggen. Hè. Dus om dat geloof, die bewering, geloofwaardig te maken, die kracht bij te zetten, ja, moet er af en toe wel iets gebeuren. Ja. Jaren geleden heb ik eens een prachtig interview gezien met een van de kopstukken van de Italiaanse maffia. Heb ik dat voorbeeld wel eens genoemd? Nee. Het was in de jaren 90 en toen was in Italië een sowieso-campagne tegen de maffia. Mm-hmm. Er zijn ook veel slachtoffers bijgevallen. Maar ze hadden op een gegeven moment een van de kopstukken gevangen, genomen. En in ruil voor zijn openhartigheid en voor zijn informatie kreeg hij strafvermindering. Dat was een van de topbazen van de maffia. En part of the deal was dat hij een televisie-interview zou doen. Oké. En het was een lang interview, ik geloof dat het 2,5 uur duurde, zoiets. En op een bepaald moment vroeg de interviewer aan deze maffiabaas, die zei, waarom zijn jullie nou toch zo dol op geweld? Wat vinden jullie daar nou leuk aan? En die maffiabaas zegt, wij haten geweld. We houden helemaal niet van geweld. We gebruiken het liefst zo min mogelijk. Het gaat ons niet om het geweld. We vinden het helemaal niet prettig. Waar het ons om gaat, is dat mensen doen wat wij zeggen. En daar is geweld voor. Daar gaat het om. Ja. En als wij niet af en toe bewijs leveren van de consequentie van ongehoorzaamheid, ja, dan gaan mensen op een bepaald moment ons niet meer gehoorzamen. Maar we doen het maar heel af en toe. Wij kunnen niet alle mensen dwingen aan ons te gehoorzamen. We kunnen niet alle mensen met een pistool op hun kop dwingen te doen wat wij zeggen. Daarvoor zijn er veel te veel mensen en veel te weinig maffialeden. Dat gaat niet, het is veel te arbeidsintensief. Dus wat we nodig hebben, is dat mensen geloven dat ze iets zal overkomen. Als ze niet doen wat wij zeggen. Ja, en dat geloven ze alleen maar doordat het af en toe ook werkelijk zichtbaar is dat het ook werkelijk gebeurt. En we doen het maar heel weinig. We doen het zo weinig mogelijk. Nou, zo werkt het. Precies hetzelfde. Je moet het af en toe kracht bijzetten door een gebeurtenis. En bij die gebeurtenis, precies zoals je zegt, vallen echt doden. In veel gevallen. Maar dat is niet omdat ze het zo leuk vinden dat die mensen vermoord worden op die plek. Maar ze gebruiken het alleen maar om ons te bewegen, te blijven gehoorzamen, zodat wij geloven. Dus samengevat, liegen en daarmee het gedrag van anderen bepalen, werkt alleen als er mensen bereid zijn de leugen te geloven. Ja. Anders werkt het niet. Nee, helder. Dankjewel. Dan gaan we lunchen. We gaan lunchen.